U bent ergens aan de drugs geweest op vakantie? Ja. Aan het premierdebat van RTL mogen alleen de vier grootste meedoen. Ja, en dat is zuur voor de mindere goden. De vier grootste, en dat is dan toch... In de peilingen. Het is al wat, toch? Ja, heel fijn. Moet alles tevreden zijn. Ja, nee, daarom, daar beginnen we mee. Moet u straks afleggen tegen Jesse Klaver, notabene. Oh, ga je wel echt af, hoor. Volgens mij in de laatste, want ik lieg niet, dus ik kijk naar die peilingen. Volgens mij gaat het nu lukken en dat zou de eerste keer zijn. Zo, Knul, dus jij wil premier worden? Ja, klopt. Dat is wat, hè? Ja. Altijd al van gedroomd ook? Ja. Nou, zijn er maar vier premierkandidaten die mee mogen doen aan het debat? Ja, Van der Staaij is daarbij. Nee. Niet? Nou, dan komen we wel, maar dan moet je op die peilingen letten. U bent ergens aan de drugs geweest op vakantie? Ja. Maar ja, premier. Ja. Valt het goed bij de achterban eigenlijk? De roomblanke achterban? Bij onze achterban? Bij de roomblanke achterban. Vind je dat een leuk woordje om te zeggen? Ik zag die foto. Welke foto? Dat jij er zo voor stond en dat je achter jullie alleen maar witte mensen zag. Ja, ik zal eens kijken. Moet je opletten, als je nou toch alles zo in scène zet met van die congressen, moet je er ook af en toe een paar donkere mensen tussen zetten. Nou, Wat we dan ook zien is dat daar eigenlijk van die vier geen één linkse partij bij is. Wat zegt dat eigenlijk? Ja, dat is, ja, als het zo gaat. Het is opmerkelijk, de versplintering op links is enorm. Ja, valt mij ook op.